van gisteren tegen Duitsland. Ik denk dat we niet ons beste spel hebben laten zien. Maar die laatste 15 punten in de vierde set, ik denk dat we daar toen echt over ons lijken mentaliteit hadden. En ik denk dat we dat nu mee kunnen nemen naar vanavond. En de sfeer in de groep is verder goed. Ik denk heel belangrijk dat we deze 3 punten tegen Duitsland hebben gepakt. Voornamelijk voor de rest van het vervolg van het toernooi. Natuurlijk hebben we in Nederland ook wel veel gespeeld voor veel lui, voor veel mensen. En dat geeft wel wat extra's aan zo'n wedstrijd. Ik vond dat er gisteren tegen Duitsland ook al wel aardig wat publiek zat. Ook nog wel wat Nederlanders, dus daar was ik verbaasd over. Maar wat ik zag ook op Instagram voorbij komen, mooie show eromheen. En ik verwacht een mooie entourage. Vorig jaar 3-2 verloren volgens mij in Apeldoorn. Dit jaar 3-0 gewonnen, maar toen waren ze nog niet met het hele complete A-team. Ik verwacht nu wel wat meer ervaren speelsters in het veld. En ik verwacht hoog niveau volleybal vanavond. Ja. Ik verwacht lange rallies. Verdedigend heel goed, heel sterk. En technisch zijn ze heel goed. Ik denk dat wij hun serverend heel erg onder druk moeten zetten. Ja, en dat we dan een goede kans hebben. Ja, Japanse fans zijn wel heel lief en heel enthousiast. Dus als er lange rallies zijn, dan hoor je heel veel geluiden. Dus dat is wel leuk.